What's up bij Wodka Boys? Vandaag mixen we wodka met guavasap. En dat hebben we gekocht van het merk Maza. En dat hebben we gedaan bij de Albert Heijn. Ik moet wel zeggen dat niet alle Albert Heijn deze Maza guava verkopen. Maar ja, sommige wel. Vaak de wat grotere. Maza is natuurlijk een bekend merk. Vooral met allerlei exotische vruchtensappen. En ja, zoals je misschien nu wel weet, wij zijn fan van allerlei exotische vruchten. En helemaal in combinatie met wodka. Dus we dachten, laten we deze keer ook een keer guavasap mixen. Nou ja, omdat de sap niet super zoet is, doe ik niet super veel wodka erin. Dus ik ongeveer een vierde aan wodka. Maar dat kan je natuurlijk allemaal zelf beslissen hoeveel je dat zelf wil. Afhankelijk van het resultaat natuurlijk. Daar is het ook wel een beetje van afhankelijk. En ik voel aan met mazen. Zo. Zoals je kan zien is het vrij roze. Mooie kleur vind ik zelf. Lekkere geur. Dus ik ga hem gewoon even voor je proberen. Ja, dit is een, gewoon een lekkere sap. Niet te zoet. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van peer en misschien een beetje aardbeien. Smaak u af en dan. Dus het is wel weer wat anders, maar zeker lekker. Weer wat anders proberen, altijd goed. Sta open voor nieuwe dingen. Doe wij ook. En blijf nieuwe combinaties proberen. Dit was het dus weer. Wodka Boys met Mango Guava.